God is dus traag tot toorn. Hij is geduldig. En dat geldt ook voor ons. En zeker voor hem die hem liefhebben en hem kennen. En waarschijnlijk bent u ook wel bekend met de vruchten van de geest. En bij de vruchten van de geest wordt dit ook genoemd, geduld. U zou dat ook kunnen vertalen als traag tot toorn zijn in datzelfde gedeelte. Dan maakt hij de koppeling tussen het Eerste en het Tweede Testament. En dat is ontzettend belangrijk. Ik wil dat ook illustreren, dat het ook voor ons als mensen geldt, aan de hand van een aantal Bijbelteksten die ik u ga oplezen. Allereerst Prediker 7, versen 7 tot en met 14. Nou, eigenlijk vatten die alles samen, ook over deze tijd. Want wat staat daar? Voorzeker. Onderdrukking zou een wijze waanzinnig maken en geschenken bederven het hart. Het einde van een zaak is beter dan zijn begin. Beter een geduldige geest dan een hoogmoedige geest. Wees niet te snel geërgerd in uw geest. Want ergernis rust in de boezem van dwazen. Zeg niet, hoe komt het dat de dagen van vroeger beter waren dan deze? Want niet uit wijsheid zou u dat vragen. Wijsheid is goed met een erfelijk bezit. Een voordeel voor hen die de zon zien. Immers, wijsheid biedt schaduw en geld biedt schaduw. Het voordeel van kennis is echter dat wijsheid haar bezitters het leven geeft. Bezie het werk van God, want wie kan recht maken wat hij krom gemaakt heeft. Geniet op de dag van voorspoed van het goede. Maar bedenk op de dag van tegenspoed dat God zowel de ene als de andere gemaakt heeft. Zodat de mens niet kan doorgronden iets wat na hem zijn zou. Hier zien we heel duidelijk dat u niet te snel geërgerd moet zijn. Net heeft te maken met een korte neus, zoals ik juist heb geschetst in het plaatje van een tekenserie. Dat u snel boos wordt en snel stoom uit uw oren komt en uit uw neus gaat er. Of dat u lange tenen hebt, dat is een mooi gezegd in het Nederlands. Dat u snel op uw teentjes getrapt bent. Dat is wat deze tekst zegt. Want God heeft zowel voorspoed als tegenspoed gemaakt. Alles is in zijn hand. Hoewel de tegenstander, de boze, de koning is van dit tijdperk, is God koning over het heelal en over de eeuwigheid. De volgende tekst die dit ook zegt, hoe wij als mensen hiermee om moeten gaan, is in Spreuken. Allereerst Spreuken 14, vers 17. Wie snel toornig wordt, begaat dwaasheid. En een man vol listige plannen zal gehaat worden. Als u dus snel op de teentjes getrapt bent en snel boos bent, begaat u dwaasheid, zegt Spreuken. Het boek van wijsheid, van praktische levenwijsheid. Die zegt dat wij niet snel geërgerd moeten zijn. Omdat we geen dwaze dingen zouden doen. En ik kan u zoveel voorbeelden geven van op het moment wat u doet, als u snel geërgerd bent. Laat ik maar één voorbeeld noemen om duidelijk te zijn. Als wij boos zijn en snel boos zijn, dan zeggen wij dingen, scheldwoorden gebruiken wij. Of zeggen we nare dingen tegen geliefden die pijn doen. Dat is dwaas in de Bijbel. Spreuken 16. Vers 32. Een geduldig man, iemand die traag tot toorn is, is beter dan een dappere held. En wie zijn geest beheerst, is beter dan wie een stad inneemt. Kortom, wees niet snel toornig, geërgerd of boos, maar wees lang van neus, traag tot toorn. Juist in deze dagen, waar we over de hele wereld zwaar onrecht zien, waar we in ons eigen land heel veel onrecht zien, door onze bestuurders, bijvoorbeeld. Juist in deze tijd, wees traag tot toorn.